Dus ik dacht, het is misschien leuk om als onderdeel van zo'n vlog een zonsopgang te draaien. Gisteren was het schitterend weer hier in Volendam, dus ik dacht, het zit wel goed. 5:30 de wekker, 6:00 richting de mooie dijk. Is het bewolkt. We hebben over een kwartiertje een meeting met onze plaatslabel Warner. Plannen bespreken. Zo, mooi weer. Yeah, 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 yeah. Nah. Ja, werd leuk. Is dit de Simon Keizer vlog? Dit is de. Ik ben er nou in. De enige, je zit, wow. Je zit erin. Ik ben Jan Dulles, alle drie eens. En je zal mij nog vaak voorbij zien komen in de Simon Keizer. We waren er niet in. Oh. Maar ik hier niet in. Maar ik hier niet in, ik kan het deze tijd. De meeting duurde best lang. We zijn nu 2,5 uur aan het brainstormen geweest over YouTube, Spotify, social media, traditionele media. En daardoor heb ik nu een beetje haast. Op een of andere manier is mijn haar vaak onderwerp van discussie bij anderen. Mij boeit het niet zoveel. Maar ik heb het opgezocht. Het is alweer 12 weken geleden dat ik naar de kapper ben geweest. Dus het werd wel weer eens tijd. Om een liedje te schrijven samen met Gordon Grote. Dus ik ga nu op weg weer naar de studio. Nieuwe dag. Nieuwe dag is nabij. Morgen zal het anders zijn. Vooropgesteld, ik heb het mooiste leven wat ik me maar kan wensen. Dat weet ik heel goed. Maar er zitten af en toe heel frustrerende dagen tussen. Zo ook vandaag. Van 12 uur vanmiddag tot net 8 uur, 8:15, hebben Nick, Gordon en ik gepoogd een liedje te schrijven. Dat is niet gelukt. 0,0. Voelt als weggegooid. Dat is natuurlijk niet zo, maar het voelt ergens zo. Maar ach, morgen een nieuwe dag. Nieuwe dag! Bobby en Kira. Kom. Kom hier. Goed zo, Kira. Bobby, kom. Bobby, kom. Bobby, kom hier. Bobby, kom hier. Kom hier. Bobby, blijf. Goed zo. Hopelijk hebben we vandaag meer geluk op het gebied van het schrijven van liedjes. Hoe is het? Goed. Hoe was jullie nacht? Hoe was jouw nacht? Ja, kwalitatief niet verkeerd. Kwantitatief. Kwantitatief aan de korte kant. Oké, okay, je kunt dus niet aan het einde de boel laten kruisen. Jawel. Even eten. Oh, je was er al. I love sushi, yes I do. Bedankt, hè. Doeg. Dat eten was fantastisch en we gaan nu door naar de avondsessie. Zin in de avondsessie? Dus kom erop. Jij hoeft er niet weg, ik veel stemmen zin. Dus, in mijn vorige vlog vroeg ik jullie te reageren, zodat ik daar weer op kon reageren. Daar hebben jullie massaal gehoor aan gegeven en een man een man, een woord een woord. Dus ik reageer ook veel daarop. Bleek toch wel een soort van dagtaak te zijn. Doet me goed dat jullie het zo serieus nemen. Dat geeft de burger moed.